Zeg jij gecontroleerd, kan het? Waar? Op de luchthaven in New York? Nee. Nee? En hier op Zaventem? Ook niet. Ook niet? Nee. Niets? Geen temperatuur, niks? Nee. Niets gevraagd? Niets gevraagd. Het is hier nu 6 uur, dus het is hier echt normaal. Zit die metro overvol, moet dus liggen drummen en nu is hij gewoon ja, nagenoeg leeg. Maar hij werkt dus nog altijd. Unbelievable. Het is normaal koppenlopen, maar bon, het is normaal. Ik ben niet verbaasd, ik ben niet gechoqueerd, ik ben niet in paniek. Straks direct de douche in. I made a very tough decision today to temporarily go back to Belgium. It was really not an easy decision. But I think it's for the best because I don't feel like I have the right insurance here in New York. Bye, empty room. Loved you. Bye, kitchen. Bye, living room. Na 2 uur vertraging, 2,5 uur, toch op een van de laatste vluchten geraakt naar België. Maar ik ben nog altijd aan het denken of ik de juiste beslissing genomen heb. Ik denk het uiteindelijk wel, maar niemand kan dat zeggen. Dus voor iedereen hetzelfde ook. For now, it's pretty sure I'm going back to Belgium. For a while. I'll see you guys in Belgium. We staan op Belgische bodem. Ik heb waarschijnlijk op de allerlaatste vlucht gezeten. Tot, ja, x aantal dagen, weken, who knows. Maar dat is wel scary. Ik weet niet of ik de juiste beslissing genomen heb. Maar, even 2 weken in quarantaine. Dus, yay. Ja. Afstand houden. Alright, no hugs. Anyhow, ondertussen ben ik een week terug uit New York. Een week in quarantaine hier in België. De meeste vragen die ik krijg gaan over het feit of ik nu blij ben dat ik terug in België ben of liever in New York was gebleven. Dat is een zeer moeilijke vraag. Ik denk dat niemand daar het antwoord op weet. Ik ben blij dat ik dicht bij familie en vrienden ben. Hoewel ik ook veel vrienden in New York heb moeten achterlaten. Want dat is uiteindelijk mijn leven de laatste 2 jaar geweest, New York. Ik ben vooral zeer dankbaar en misschien ook wel gelukkig dat met mij nog alles goed gaat. De mensen rondom mij ook. En ik probeer zoveel mogelijk mezelf in quarantaine te houden om die rondom mij ook te beschermen. Dus het is even uitzoeken, maar ik maak er het beste van. En aan alle zorgverleners, dikke merci.